Een draadloze stelselzager voor nog geen 200 euro. Hoi, mijn naam is Robert, ook wel bekend als vacuum tester. En onlangs kwam ik deze Turbotronic VS280 stelselzager tegen. Een stofzuiger voor nog geen 200 euro. Sterker nog, ik kocht hem in de aanbieding voor slechts 90 euro. Ik was zo benieuwd hoe goed deze stofzuiger scoort dat ik me heb besloten om te kopen en hem uitgebreid te testen. In deze video laat ik zien hoe goed hij presteert, of het een goede koop is of dat je hem beter in de schappen kunt laten liggen. Laten we starten met mijn onderzoek. Nou, dit is de complete inhoud van de verpakking. Zoals je kunt zien is hier de stofzuiger, de main body. Met het stofreservoir wat je eruit kunt klikken. Gemotoriseerde vloerborstel. Een stofzuigerstang van aluminium. Een wandhouder met de wandkabel, waardoor je hem ook gelijk op kunt laden. En een klein opzetstukje met een uitschuifbaar borsteltje. Ik moet zeggen dat het wel wat goedkoop aanvoelt allemaal. Ik ben benieuwd hoe die test op de verschillende vloeren. Op houten vloeren lijkt de stofzuiger geen probleem te hebben. Ook op hard tapijt of laagpolig vloerkleed gaat het prima, hoewel er hier en daar wel wat blijft liggen. Als ik echter ga stofzuigen op hoogpolig tapijt, blijkt het niet goed te gaan. Het vuil blijft liggen en zelfs na er meermaals overheen te gaan, wordt het vuil nauwelijks opgezogen. De stofzuiger heeft wel een zuigkracht van 5 kilopascal in de normale modus en met een airflow van 10,2 meter per seconde komt hij qua kracht in de buurt van de wat goedkopere Dysons, waaronder de V8. Waarom hij dan niet zo goed presteert op hoogpolig tapijt is waarschijnlijk te wijten aan een zeer kleine vloerborstel die simpelweg niet bij het vuil kan. Check hem hier in vergelijking met die van de V8. Ze hebben dezelfde kracht, maar deze heeft geen probleem op tapijt. De stelselzuiger kun je ook gebruiken als kruimeldief. Je klikt de stofzuigerstang eraf, waarna je het meegeleverde opzetstukje erop kunt klikken. De uitklikbare borstel voorkomt krassen tijdens het stofzuigen van kwetsbare objecten, bijvoorbeeld een kastje. De Turbotronic is voorzien van een stofreservoir van slechts 1 liter. Deze kun je uit de stofzuiger klikken, waarna je hem kunt legen boven de prullenbak. In het stofreservoir ontdek ik ook een filter. Het gaat hier om een HEPA-filter dat wasbaar is. De accuduur van de stofzuiger is zo'n 40 minuten. Ik heb de stofzuiger nog niet lang genoeg getest om de levensduur te kunnen beoordelen. Dus, de Turbotronic VS280, is het nou een goede keuze of niet? Wanneer je met name hoogpolig vloerkleed in huis hebt, is het eigenlijk al geen goede keuze omdat hij daar niet goed op presteert. Heb je met name harde vloertypen, dan kan het wel een interessante keuze zijn, hoewel je rekening moet houden met een klein stofreservoir en een zeer smalle vloerborstel, waardoor hij wat minder geschikt is voor de grotere schoonmaakklusjes. Aan de andere kant kost hij dus maar 200 euro en in sommige gevallen in aanbieding zelfs 90 euro. En daarmee kan het wel een interessante keuze zijn als stofzuiger voor erbij. Het kan bijvoorbeeld interessant zijn als je niet altijd de grote stofzuiger op wielen erbij wil pakken als je een klein beetje vuil tegenkomt. Maar even snel een stofzuiger erbij pakt om even snel door het huis heen te halen. Heb je nou specifieke vragen over deze stofzuiger? Stel ze dan hieronder in de comments. En vergeet ook geen kijkje te nemen op vacuumtester.com, waar ik het totale testrapport van de stofzuiger heb gepubliceerd. Ik hoop je te zien bij de volgende video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Bedankt voor het kijken naar mijn video. Vond je het nou een leuke video? Vergeet er geen duimpje te geven en je te abonneren op mijn YouTube kanaal om op de hoogte te blijven van nieuwe video's. En wil je trouwens dat ik in het vervolg een specifieke stofzuiger test of heb je een vraag? Laat het dan gerust weten in de comments. Tot de volgende!